we willen voor een boomhut kijken. Ja, we willen er eentje uitkiezen. Nou goed, laten we eens kijken. Er zijn verschillende boomhutten hier. Ja, dat ziet er leuk uit. Ja, dat is ook een mooie prijs. Dan heb je nog wat over van je geld. Wat zijn jullie aan het doen? We bestellen een boomhut. Maar we moeten de tuin nog in om te kijken in welke boom we een hut willen bouwen. Misschien de spar daar. Nee, Lena. De spar is niet geschikt. We hebben een boom nodig met sterke, dikke takken. Die daar, die kan wel. Dat is een perfecte boom. Een paar dagen later. Dat is onze boomhut. Joehoe! Dat zijn niet veel onderdelen. Dat kan ik zeker snel opbouwen. Ja! Oma, oma, we gaan een boomhut bouwen. Oh, dat is leuk. Zou ik opa halen? Hij kan jullie helpen. Dat is denk ik niet nodig, maar bedankt. Kijk, er zijn niet veel onderdelen. Nou ja. Papa, breng het gereedschap. Zo, laten we beginnen. Dat zou de bodemplaat moeten zijn, toch? Ja, waarschijnlijk wel. Dat ziet er goed uit. Ja! Kunnen we nu omhoog, papa? Nee, dat is veel te gevaarlijk. Papa, hier is de handleiding. Dat heb ik niet nodig, Lena. Ik heb als kind zoveel boomhutten gebouwd. Dat lukt me wel. Als eerst neem ik deze wand mee. Pas op, papa. Doe ik. Op een of andere manier past het niet. Ik heb iets anders nodig om de wand te bevestigen. Misschien die stangen daar. Ja. Zo, dat past. En de andere planken en het raam zullen hierheen moeten. Het dak ontbreekt. Zijn er geen onderdelen over? Nee, papa, wat doe je daar? Hoezo? Op de handleiding ziet het heel anders uit. Dat is geen muur, dat is het dak. Ja, en we willen niet door het raam kruipen. Goed. Het ging goed, tot nu. Laat het eens zien. Oké. Joehoe, het is klaar! Het is leuk geworden, toch? Ja! Papa, nu moet je helaas weg. Oh, waarom? Omdat dit de eerste bijeenkomst is van onze bende. Cool, ik kan alles zien. Zo boomhut had ik als kind ook graag gewild. Nu moeten we Lisa halen. Ze zou vast verrast zijn. Ja! Kom Lisa. Wow! We zouden het nog gezelliger kunnen maken. Ik heb nog steeds een oud tapijt. Ik kan het gaan halen. Oké, en ik vraag aan opa of hij iets voor ons heeft. Opa! Hallo kinderen. Jullie boomhut is leuk geworden. Ja, heeft u misschien nog wat planken voor onze boomhut? We willen nog een wand maken. Ik zal eens kijken. Zou dit iets voor jullie zijn? Dat is goed. Dankjewel, opa. Lisa, we hebben hier nog een wand gemaakt. Super, en ik heb een tapijt meegenomen. Wij zijn de boomhutbende.
Ja! Ja! Ik heb alles in zicht. De kinderen hebben ons in het vizier. Vanaf nu zullen we niets meer missen. Lieve kinderen en lieve Playmobil-kijkers. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, dan zien wij graag de duimpjes omhoog. En als je zin hebt in meer, dan kan je hierop klikken voor meer video van ons. De familie Huizer. Doeg!